that. I wanna know your name. Or better yet, stay in there. Just do that. I wanna know your name. Na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd voor Extra Weekend. Extra Weekend. Zo. Oh. Mag nog één, nog één, nog één. En dan nu, officieel, de rest wordt gedaan, maar nu eerst. Toen wij om het houtvuur zaten aangestoken door tuinmeubilair en wij Fuck You van Lily Allen zongen. Man, 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 het waren Lily Allen lange dagen. Dat kun je zeggen, ja. Maar goed, we hebben er een hoop vreugde om gehad. En af en toe ook best een traantje van het lachen bij weggepinkt. Dat klopt. En Fuck You is gebiedenderwijs enkelvoud. Dus we moesten wel. We hadden geen keus. Want ja, het was koud buiten. Om jezelf warm te houden, moest je de titel doen. Moest je toch wat, hè? Dus kroop je maar tegen en in elkaar. Maar toen heette dat nog niet Fuck You. Toen heette dat gewoon copuleren. Copuleren. En copuleren moet je leren. Sorry, ik heb zo'n zin om te copuleren. Om jong leren. Maar oud gedaan, zeg ik. Met een paar tulpenbollen. Ja, die moest je ook omhoog houden. Nee, jullie hebben geen zilveren reismicrofoon, geen Marconi Award. Nee, nooit. Wel een geen diploma.
Nou, kijk, dat is wel wat. Maar ik ga er nu dan één aan toevoegen. Oh, wat? Namelijk de wisselbokaal voor het beste 3FM-programma op vrijdagavond van 7 tot 10. Nou! Daar is die. Maar, voordat jullie hem mogen hebben, moet hij eerst... uit het raam! Heb je al gezegd met Jean-Paul? Uit het raam. Hij gooit het kapot weer tegen mij gezegd van de woorden. If you're ever feeling down, grab your purse and take a taxi to the darker side of town. That's where we'll be. We will wait for you and lead you through the dance floor up to the DJ booth. You know what? Dat had ik echt niet verwacht. Dankjewel. We zitten gewoon met daar gewoon een baby get high en de man is gewoon hier. Kom hier. Oh, jongen. Hoe gaat het? Pak een microfoon. Ja. Gefeliciteerd als allereerste. Van harte gefeliciteerd. Ja, jij ook als jullie eerste jubileum. Ja, en jij als geheim crewmember natuurlijk ook. Ja, dankjewel. Nou, ik ben benieuwd. We zijn te gast in ons eigen programma. Doe jij maar. Oké, nou, ik krijg een spoedcursus hier. Maar we gaan meteen beginnen. 0 1 3 3 6 Nee. Wel maar niet naar 3FM, want jullie gaan de Voice Lift spelen. Dat meen je niet. Ja. Dus de strijd barst nu los. Eén van jullie twee wint deze Voice Lift. Ik zoek lekker een beetje de rust. Ja! Het is Ron Brandsteder! Ja. Ja. Het staat 1-0 voor Gerard, sowieso. Nou, 4-4. Jullie zijn echte vriendjes geworden het afgelopen 5 jaar. Toch wel, hè? Ik hoop dat jullie dit nog 5 jaar volhouden. En ik denk dat ik namens heel Nederland spreek als ik dat zeg. Nou, dat is echt ja, dat vind ik namens allebei de mensen die luisteren. Jammer dat er niemand Kim
Sabaton. Gefeliciteerd, mannen. Petra Smits. Ja. En ook in de studio, Jan de Hoop. Jan de Pan. Ja, ik ben gezellig aan het filmen. Ja. Oh, ben je, nee, toch? Ja. Met zijn nieuwe iPhone. Het is bewijsmateriaal, hè? Ja, het is geweldig. Ik vind het wel een momentje eigenlijk, Gerard. Ja. Het is nu alweer tijd voor de volgende gast. En dat is me er nog al eentje. 3FM, Sirius Radio. Ja, bij je. Operation hey. DJ Sandstorm. DJ Sandstorm! Dank u. In vol ornaat. Operation DJ Sandstorm. Ga er even lekker. Ondertussen komt mijn meisje binnen. Nee. Vuile, vieze, smerige. Jij zegt ook niks. Nee, jongen, ik hoor champagne. Ik denk, ik ben al oppassen. Alcoholistenvereniging Ekdom is in de huis. Nee, baby. Ik moet daar ook even naar. Oké, ondertussen proberen we te concentreren. Uit het raam. De groot naar buitengeluiden. Met wie? MTO 7 met Jean-Paul. Ah! Jean-Paul, zo is het genoeg. Yes. Hou je nog een beetje uit daar? Uiteraard. Wij hopen de vraag nu terug te krijgen. Nee hoor. Het is in zover, Jean. We gaan de camera echt uit het raam gooien. Ik in de container, hè? Jan in de container, hè? Kan die? Ja! Komt-ie, maatje! Heel gek! Het raam! Die doen het niet meer, hoor. Het is toch raar. Het is ineens zwart beeld. Heel gek. Petra, Kim en Jan gaan met z'n drieën deze tv eraan gooien. Dat had ik altijd al willen doen. In de container, hè? Zijn jullie er klaar voor? 1, 2, 3! So many jump, never seen one saved on a distant beach. Your song can die on a beach. Kim Kutter ligt naakt in de ruimte hiernaast. Dat is een heerlijk gezicht. Die wordt op dit moment gemasseerd, maar ook naakt. Jij bent helemaal naakt, Kim, hè? Ja. Maar hoe... Rustig, rustig. Gerard, ik heb het idee dat als Kim zich hoorbaar moet maken... dat ze het idee heeft dat zij met haar hoofd iets omhoog moet. Zal ik brand roepen? Ja, ik denk dat het is. Brand! Brand! Kijk nou wie er binnenkomt. Er is een ander momentje. Tess Milner! Met een taart! Of een taart met Tess Milner, of anders... Weer taart, heerlijk. De beste taart, hè? Tess, we zaten nog niet vol. Petra ligt naakt onder haar handen. Echt nu Petra naakt onder. Het is toch ook weer niet te geloven wat hier allemaal gebeurt, hè, mensen? En zij maar denken dat het olie is. converseren? Ja, converseren. Bijna. Ja, een conversatie. Ja!
G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. Nou, T en we hebben een gast. Wat gaan we doen? In de studio, Tess en Nadia. Dames. Hallo. Hey. Hi. Hi. Is me dat lang geleden? Ja. Hè? Wanneer was het? Tess, jij bent dit jaar nog geweest? Nadia ook. Nadia ook. Tess nog wel twee keer inmiddels. Derde keer nu, hè? Derde keer. Dus ik heb ook wat te vieren mee. Trakteren. Oh, dat heb ik gedaan. Je hebt taart mee. Trakteren. Ja, je hebt taart meegenomen met 5 kaarsen. Vind ik heel leuk. En een hele vette race. Ja, maar weet je wat de auto erop? Ook nog. Hoe dik is dat? Een auto. En maar weet je wat echt dus heel erg leuk is? Wij komen hier aan en wij konden gewoon bijna niet naar binnen, omdat er fans voor de deur staan. Staan er fans voor de deur? Oh, ja. Oh, wacht, nou, hebben wat er komt iets uit. Ja, felicitaties van een aantal luisteraars. Oh, felicitatietweets. Foto's, teksten. Wauw, oh, wat leuk. Oh, zelfs mijn eigen meisje zit ertussen. Wat is dit nou, jongens? Nou, je hebt zo'n hoort een knijter. Nou, geweest hier met 5 jaar weekend. Hey, dat van Der Rudy zit er ook bij. Der Rudy! En woehoe, even een slokkie van de stem. Nou, deze weer. Oh, wat cool. Wat gaaf. Cool. Even een banner met allemaal teksten en foto's. Van de muziekredactie, dat moest erbij. Is banner, die zit toch in die voorkeurs? Hey, en oh, wat leuk. Jezus, wat is dit nou weer? Weer een banner. Er gaat nog een paal omhoog. Ik ben van een slokkie, hoor. Het is hartstikke duur, die banner. Nou ja, dan valt hij nog een keer. Kom op. Er komt nog wat omhoog. Extra weekend, al 5 jaar van die straalpaal in Hilversum. Als een enorme golf over je heen. 5 jaar. Goedemiddag. Al 5 jaar rammen jullie ons weekend volledig naar de Palestijnen met een godsvermogen waar u tegen zegt. Nog vele jaren op de 3FM straalpaalantenne waar onze meters in het rood vliegen. Hou hem nog jaren knijterhard op de frequentie, zodat de platen onze radio uit knetteren. Ah, joep. Ja, Marcel met rug en Jaaploos. Dankjewel. Wow, want het is zover. Hij pakt even zijn momentje. Hij gaat even zijn moment pakken. Ga erbij staan. Ga er even bij staan. Je kunt. Want het is zover. Wacht even. Doe maar net alsof allemaal je handen in, allemaal in de Guardian staat. In Hilversum. Moeten we daar weer een keer doen? Wintertijd. Nou, ik dacht echt dat ik hou niet van honden voorbij kwam. Ik dacht ook dat je mij echt tegen. Ik hou niet van honden. Hoor je dat? Lijkt een beetje op. Ik hou niet van honden. Zo. Oh, wat erg. Ja, doe nog eens. Hallo. Ik hou niet van honden. Ik hou niet van de wintertijd. Ik hou niet van honden. Ja, maar, is dat niet te geloven, man? Ik hou wel van honden. Oh, in dat geval niet likken. Niet likken. Juist. Chibbe, jij bent de afgelopen week met de 3FM-fan het hele land door geweest om bij de meeste gekke luisteraars van Nederland dingen op te halen. Ja, maar je hebt ook gewoon een fucking wasmachine. Wat zeg ik nou? Is het toch allemaal? En het gaat allemaal uit het raam het in gaat, de container. Tussen nu en 7 uur gaat het uit het raam. Ja, en Eurocepje spreken met Jean-Paul. Jean-Paul. Goedemiddag.
Je raadt nooit wie je aan de lijn hebt. Goedemiddag, Gerrit. Goedemiddag. Hey. Jeanne-Paul, we gaan je nog echt veel vaker aan de lijn hebben, maar we gaan nu weer iets uit het raam gooien. Nou, we in dit geval Tess en Nadia. Ik ben heel benieuwd wat er eigenlijk is. Jibbe, wat gaat er uit het raam eigenlijk? Een televisie van vaste luisteraars van Extra Weekend. Ik heb het nog niet verteld, maar jij moet het maar even vertellen. Eén ding mocht er niet uit het raam. Nee, één ding was te gek en dat was een grote loopband. Ik denk, dat kan niet, jongens. Dat weegt 100 kilo en dat kan niet zo het raam uit gezodimieterd worden. Maar inmiddels heb je bedacht. Ja, maar als er dan niemand wie loopt... Wie heeft dat ons in bedacht, zeg, zo'n loopband? Gaat dat, Henk? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier gelijk weer zo teleurgesteld over. Wat nou weer? Ik bedoel, dit heeft de reputatie rock'n'roll te zijn. En dan blijken er dus mensen in dienst te zijn die dus de gooiregels hanteren. De mottenregels zijn, Henk. Jij als regelhandhaver verdient het eigenlijk om als eerste naar beneden te gaan. Ga die mensen naar een jobje. Doe dat niet, want jij gaat als tweede. Ik zweer het je. Ja. Wat een drama. Nee, je mag hem wel. Dat ding is zo in een container terechtgekomen. Dat is toch niet leuk meer? Mikkeminthecontainer.nl. Nee, niet die camera. Ja, nee, maar nou jongens, rock'n'roll. Dit gaat fout, mensen. Dit gaat helemaal Hij kost maar 4000 euro. En dan moet je zuinig worden op de publieke omroepen. Dit gaat helemaal de mist. Wat gebeurt er? Ik denk dat ik hier nooit meer mag langskomen. Ik gooi nou deze mag je naar buiten gooien. Dit slaat natuurlijk nergens op dan. Hé, wat jammer. Oh, Tess. Vind ik echt jammer, jongens. Oh, shit. Ik heb het geprobeerd. Ja, je hebt het zonder. Ik kan me voorstellen dat je van hun niet kan winnen. En ondertussen, in de studio aangeschoven, Dotan! Welke liedje gaan we horen, Dotan? We gaan Tell a Lie spelen. Skin, image of your sins in my home. The mirror on the wall, tell me, is it all my fault? 'Cause sometimes the pain hides too slow. We moeten nog wel een smoking on the balcony momentje even inlassen. Ja, we gaan logisch. Feest en ik gaan een klein sigaartje op het balkon roken. Ja, jullie hebben ze ook nog een klein sigaartje. Wat ben je arrivé geworden? Nee, maar echt, een overwinningssigaar. Oh, dan moet je groter roken. Ja, dat is waar. Moet dat dikker hebben. Dat heb ik niet meer gedaan. Zeg een shaky draaien. Wauw. Jongens, blowen jullie nog wel eens? Het glas van Henk is leeg. Beetje bij. Ja, oh, Henk, wil je nog wel eens? Graag. Maar blowen jullie nog wel eens? Doen jullie dat ook al? Nee, dat is echt heel lang geleden. Godverdomme, wat zijn jullie allemaal braaf geworden. Maar ik wil best wel even een shaggy draaien. Serieus? Ik doe het toch een shaggy. Dat is ook wel een goed nummer dit. Oké, dames en heren, shaggy op de radio. Oh, Carolina! Carolina! Wine your body down. Make the note uit het raam. Heel verbazingwekkend, we moeten Henk wel even uit het gesprek trekken. Ja, Henk gaat dan gooien. Wacht, Henk, wacht heel even. Zit daar een gooi ritueel bij? Ja, zeker. Heel even ons Jeanne-Paul momentje. Jullie beseffen toch wel, hè? Hallo? Even een serieus momentje. Ja? Dat de computer die je naar buiten gegooid... ook gerecycled en hergebruikt had kunnen worden in de derde wereld. En ook gewoon gestuurd had kunnen worden. Ja, Jeanne-Paul, er komt een monitor jouw kant uit. En Henk, er staat een monitor aan mijn kant uit. Er staat een container onder, je moet in de container gooien. Mag er ook naast, vind ik niet erg. Het is allemaal al zo nep, want het is zo'n afgeschreven kutding. Je moet dat ook niet laten dingen. Goeie
publieke omroep ding, weet je, zo'n echte, dan wordt het pas echt stoer om de buiten te zien. Pas op voor het raam, Henk. Ja, nou even. Oh, daar gaat het. Uit het raam. Ik geloof dat hij kapot is. Dat is toch wel leuk eigenlijk zoiets te doen, Gerard. Heb je nog wat? Ja hoor. Jim, we hebben nog één. Nog één. Ja, gooi hem een flat screen. Ja, dat wordt het toch wel. Pas op voor het raam. Oh, daar gaan we. Hey, die doen we ook met een god. Met een. Oh shit. Uit het raam. Wil je een vaatwasser? Ik vind het fijn. Zo midden in de nacht, 10:50 bijna. Lekker, ja, Frans van Deurzen. En mijn taxichauffeur viel al in slaap. Nee, dat meen je niet. Ik heb op heel veel vloedstroom gezeten vanavond. Dames en heren en meisjes. Plork op de extra weekendbus. Plork en de aannemers. Oh, kijk dit nou toch. Fantastisch. Dat kan toch niet waar zijn. Is het tot de 11e? Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Wat goud. Een mini-fanfare. Wij hebben dit speciaal voor jullie ingestudeerd omdat jullie 5 jaar bestaan. Dat meen je toch niet? Dat had ja, echt absoluut. Niet gehoeven, jongens. En als jullie mee willen doen daar in de studio, dan mag dat. Oh, dat doe, hè? De laatste keer dat je dat zei, toen ging het heel erg fout. Ja, dat ging nog fout, ja. I gotta have more carbon. Hey, ondertussen op de extra weekendbühne, ze staan er klaar voor, hè? Ja, ja. Plork en de aannemer! Yeah. Dit is voor mannen met baden. Ah, ik moet weg, hoor ik. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. When you're all alone. When the pretty birds have flown. Honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best. And it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try. If you got no place to go if you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, I am still free. Take a chance on me. Gonna do my very best if you can't you see. If you put me to the test, take a chance on me.